Goedendag, welkom bij een nieuwe video van de Game Contenters. Wij gaan vandaag het spel Animal Crossing New Horizon spelen voor de Nintendo Switch. We gaan jullie vandaag laten zien hoe je een nieuw personage op een bestaand eiland aanmaakt. Goedemorgen. We zijn zo blij dat je er bent. Zo blij. Welkom bij de incheckbalie voor je grote reis en verhuizing naar het eiland Texel. Er is nog zoveel meer om naar uit te kijken, maar eerst stellen we onszelf voor. Ik ben Timmy van Nook Inc. En ik ben Tommy. Wij twee zullen ook op Texel wonen, zodat we alle bewoners bij kunnen staan. Na je verhuizing kun je op ons bouwen, door dik en dun. Dus laten we snel beginnen, toch? Tijd om je verhuizing voor te bereiden. Laten we stap voor stap het proces doorlopen. Zo gepiept. Eerst een paar formaliteiten. Is dit de eerste keer dat je ons eilandlevenpakket gebruik maakt? Ja. Begrepen, luid en duidelijk. Tijd om je aanvraag erbij te pakken. Wat zijn je naam en je verjaardag? Vertel. We gaan als gebruikersnaam de Game Contenters gebruiken. Dat is onze speelnaam. Ja, we weten het zeker. En onze geboortedag is 1 december. Je verjaardag is op 1 december, klopt dit? Oké. De Game Contenters. Eens zien. Oh ja, daar hebben we je. De volgende stap is dat we een foto van je maken. De Game Contenter. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Neem alle tijd die je nodig hebt om er precies zo uit te zien als je wilt. We zijn er klaar voor, als jij er klaar voor bent. Altijd paraat. Maak een keuze. Je kunt het later nog veranderen. Wil je een eilandbewoner of een eilandbewoonster? Wij kiezen vandaag voor eilandbewoonster. Dit wordt het personage waarmee we weer gaan spelen. Is dit naar je zin? Je kunt je uiterlijk later wijzigen. Ja, prima. Wat een prachtige foto. Hij is heel goed gelukt. Een plaatje. Ik zal hem meteen toevoegen aan je bestand. We zijn klaar met wat we moesten doen. Geen zorgen. We leren je alles dat je moet weten over het eilandleven. Zodra we geland zijn op vaste grond. Attentie, attentie. Uw aandacht alsjeblieft. De vlucht naar Texel is gereed voor vertrek. Passagiers worden dringend verzocht zich naar de gate te begeven. Ah, goede timing. Kom op. Laten we aan boord gaan. Met z'n allen. Met zijn allen. Goedemorgen, dames en heren. Bedankt dat u met ons vliegt naar Texel. Blijf zitten, ontspan u en bekijk de videoboodschap over het eilandlevenpakket van Nook Inc. Heerlijk op het strand liggen. Natuur verkennen, ontspannen, relaxen en chillen, vissen in de regen, op zoek in de herfst, winter in de sneeuw,
sterrenhemel en de maan. Vallende sterren. Bruggen bouwen en steden maken. Timmeren en knutselen. De grootste vissen vangen. De leukste feesten. Je eigen museum. Genieten van het uitzicht. Feestjes met je vrienden. Heerlijk aan het strand. Welkom op jouw eiland. Dit is het eiland waar we op gaan wonen. Dit is het bestaand eiland. We zijn geland op het vliegveld. En we betreden nu voor de eerste keer met dit personage het eiland. Welkom op Texel. Ik hoop dat je een prettige vlucht hebt gehad. Doe je mee aan onze kleine informatiebijeenkomst. Het zou zonde zijn om de speciale presentatie van onze voortvarende directeur te missen. Meneer de directeur, ik heb de game contenters bij me. Uitstekend, ja. Hallo. Dus jij bent onze nieuwe bewoner, de Game Contenter. Welkom op Texel. Ik ben Tom Nook, de manager van dit eiland en de directeur van Nook Inc. Het eilandleven biedt een unieke ervaring. We zijn hier met niets begonnen toen we aankwamen. Uit niets hebben we nu heel wat opgebouwd. Maar nieuwe bewoners zijn natuurlijk nog welkom. Ja, de Game Contenter. Wat het vinden van je eigen stek betreft. Hier heb je iets om je verblijf op het eiland wat aangenamer te maken. Ja. En trouwens, het spijt me echt enorm. Maar door een fout hebben we nog geen onderdak voor je. Dus ik wil je vragen om voorlopig deze tent ergens neer te zetten. Dat moet lukken, toch? Ja. Zo ervaar je tenminste nog dat authentieke eilandleven gevoel. Oh, en er is nog iets dat je nodig zult hebben. Het is je allereigenste Nookfoon. Ik heb hem speciaal laten maken voor eilandbewoners. Oh, ik wil er zeker van zijn dat hij goed werkt. Dus kun je proberen om hem aan te zetten? Welkom. Goed. Zo te zien heb je ook geen opperbest bereik. Oké, je mag hem nu weer wegstoppen. Zegt de King Contenters, heb je al eens eerder een smartphone gebruikt? Jazeker. Mooi. Dan moet je dit een makkie voor je zijn. Deze Nookphones zijn trouwens veel makkelijker te bedienen dan normale telefoons. Ja, we hebben namelijk de meeste functies verwijderd. Haha. Ja. Er is een bijzonder nuttige app die tips geeft voor het leven hier. Normaliter is deze niet gratis. Maar omdat je nieuw bent op het eiland, maak ik voor jou een uitzondering. De app heet Eilandtips en is een soort automatisch berichtendienst. Wil je hem eens uitproberen? Ja, graag. Oké, pak je Nookphone er maar bij, zodat ik je app kan sturen. Perfect. Je hebt nu ook de app Eilandtips. Zodra je aan de slag gaat, zul je al snel berichten ontvangen. Vergeet ze dan niet te lezen. En er is nog iets belangrijks.
dat ik natuurlijk niet moet vergeten. Hier is je rekening. Alles staat erop. Je vliegticket, verblijf, arbeidskosten, belasting en natuurlijk je Nookphone. Het totaalbedrag is slechts 49.800 klingels. Oké. Ja, goed dan. Hey, heb jij geen rode klingel? De Game Containers, niks te besteden? Ja. Nog zo eentje die zonder ook maar één klingel hier aankomt. Het is gek eigenlijk. Bijna al mijn klanten komen hier aan zonder ook maar één klingel op zak. Oh, maar geen zorgen. Ik had me al voorbereid op zo'n situatie. In plaats van klingels te gebruiken, kun je voor het eilandlevenpakket betalen met Mels. Ik noem deze bijzondere, behulpzame dienst Nooks Mels programma. Nou, het is behoorlijk bijzonder, al zeg ik het zelf. Met Nook Mels programma verdien je Mels tijdens je eilandleven hier op Texel. Je kunt zelfs wel stellen dat hoe meer je van je leven hier geniet, hoe meer Nook Mels je kunt verdienen. En met die Mels kun je je rekening betalen. En nog veel meer. Je totale rekening is dus 49.800 klingels. Maar met deze nieuwe dienst betaal je maar een luttige 5.000 Mels. Geweldig. Ik zal even snel je registratie in orde maken, zodat je met Mels kunt betalen. Ja. Je kunt meer details zien op de Nookphone. Open de Nookmails app maar eens. Je zult zien dat je al wat Mails hebt verdiend met je reis naar het eiland en je deelname aan het programma. Ja. Dan wil ik je nu wijzen op de servicebalie in het gebouw waar we nu bij staan. De lieftallige Isabella en ik staan dag en nacht voor je klaar. Dus kom vooral langs als je hulp nodig hebt. Dus, als je het niet erg vindt, dan gaan wij ook weer aan het werk. Wij van Nook Inc. zijn blij met je klant Dizzy. Woehoe! Je nieuwe leven is begonnen. Je kunt nu doen wat je zelf wilt. Woehoe! Vanaf nu wordt het leven hier automatisch opgeslagen. Druk niet op de uitpower knop als het pictogram voor automatisch opslaan wordt weergegeven. Deze zie je altijd rechtsbovenaan in het scherm. Je kunt de game ook opslaan en stoppen door op het min knopje te drukken. Dit doe je op je console, dat is linksbovenaan. Bedankt voor het kijken naar deze gameplay. We hebben je geleerd hoe je een nieuw personage op een bestaand eiland aanmaakt. We hopen dat je het leuk vond. Heb je vragen, tips of opmerkingen? Zet ze hieronder in de opmerkingen. Abonneer, like en zet het belletje aan. En ik zie je graag volgende keer weer terug bij een nieuwe video.